Ja, beste kikkers, daar ben je dan weer. De vorige maand was het schaatsen, ja, de marathon. Maar nu praat ik met een man, zijn naam is Albert Frietstra. En die heeft een hele speciale hobby. Ja, wie is Albert Frietstra? Albert Frietstra is een man uit Wezep. En die heeft als hobby auto's van het merk Renault. En dan moet je vooral denken aan de auto's uit de jaren 70, 80. Dus een wat oudere modellen. En dan moet je ook denken aan de modellen Renault 4, Renault 5, Renault Estafette. Is Albert een echte geboren Wezeper of? Nee, ik ben geen Wezeper, ik ben een echte Drent. Je bent een echte Drent? Waar ben je geboren in Drenthe? Bij Hogevenen. Hogeveen? Bij Hogeveen, tussen Hogeveen en Sagaan. En is door die hobby al ontstaan? Nee, die is pas ontstaan toen ik al in Wezeper woonde. En dat, ik woonde dan nu sinds 1991 woon ik in Wezep. En toen is de hobby ontstaan. En hoe kwam de virus Renault Estafette? Renault Estafette, dat was niet het begin. Het begin was Renault 4. En daar kwam omdat een kameraad van mij ook al die in Renault 4 reed. Ja. En dan begin je daarmee. En dan kon je op evenementen en dan zie je ook andere auto's. En zag ik op een bepaald moment ook een keer een Estafette. En dan zie je dat gewoon heel leuke autootjes bent om mee te kamperen. Om te bouwen als kampeerauto. Het zijn de Franse auto's, hè? Het zijn Franse auto's. Renault is allemaal Frans, hè? Renault is echt een Franse. Ja. Franse auto. Ja, het zijn de Franse auto's. Dus ook heel specifiek auto's eigenlijk. Ze zijn over het algemeen heel comfortabel. Maar het busjes die gebruikt worden door de postbode of... In Nederland bent ze niet door de post gebruikt, voor zover ik weet, maar in Frankrijk wel. En in Nederland bent ze voor allerlei doeleinden verder wel gebruikt. Mijn busje bijvoorbeeld heeft de eerste 10 jaar een bakkersbus geweest, ja. Broodbezorging. En daarna is hij hem gebouwd als... kampeerauto. Rakken nog naar brood? Nee, die geur is er al lang niet. Want hij is 30 jaar, dicht 30 jaar oud van 1980. Dus die geur is er onderhand wel uit. Bent de vullen van in de omloop van die busjes nog? Nee. In Nederland denk ik dat er nog 175 ongeveer bent. En dat is niet vullen meer? Dat is niet vullen. En dat is dan... relatief nog wel weer voelen. Want ik denk dat er in Nederland nog meer bent dan in Frankrijk bijvoorbeeld. Ja. Als hij daar rondriet, dan zie je er ook bijna nooit meer in. Maar die busjes, ja, kreeg een hele club bij elkaar, hè? Ja. Hoe is dat ontstaan? Dat is gewoon een liefhebber. Even een jaar of 20 geleden. Heb je het idee opgevat om een club ervan te beginnen. Ja. En dat is... die zag wel dat het ook minder werd met die busjes. En die heeft toen dacht van... Ze bent er nu nog. Dus moeten we nu een club beginnen alvast. En onderdelen verzamelen. In ieder geval, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, maar dan kom je maar zo niet aan. Dat je op het moment dat ze de nacht bent, dat je dan al begint met verzamelen van onderdelen. En niet op het moment dat er maar een stuk of 10 meer bent, dat je dan ineens denkt van, we hebben het op dat gebied wat doen. Ja, want dan krijg je problemen met zo'n ding en dan met een onderdeel. En waar haal je dat dan vandaan? U de club zelf? Nee. De onderdeelman heeft nu zien de onderdelen in eigen beheer. Dus hij verkoopt wel alleen maar aan clubmensen. Ja, ja. Maar het is een eigen zaakje, ja, gewoon. Een eigen bedrijfje? Eigen bedrijfje. En hoeveel leden heeft die club helemaal bij elkaar dan? De vrienden van de Estafette, die hebben ongeveer 160 leden. Op het moment. Dat is niet verkeerd. Dat is vrij veel. Ik denk dat ook meer dan 90% van de
bezitters van de estafette ook wel lid is van die club. Ja. Omdat hij ook, wat ik zo net ook al zei, voor de onderdeel afhankelijk bent van iemand die dat alleen maar verkoopt aan leden van de club. Ja, want ik merk aan hoe, je hebt niet alleen die estafette eigenlijk in beeld. Je hebt eigenlijk alle Renaults wel hoogwaardig in vaandel. Ja, 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 dat, ja, dat zeker. En dan vooral de Renaults van de jaren 60, 70, 80. De daten heb ik weer echt gewoon wat minder met. Ja, want je hebt een vitrinekast, tjonge, jee, keel wat. Dus dit aan was. Dat ziet van een mooi bedrag, is dit er wel in, ja. Is dat betaalbaar? Want ik heb me altijd laten vertellen, als je zo'n hobby het voert, moet je wel geld hebben. Valt met. je moet het niet allemaal in een keer kopen, hè? Nee. Je moet het gewoon, zo nou en dan mee gewoon eens een keer wat, wat kopen. En dan, ja, het valt zeker wel met, ik koop dan nog wat vrij veel via eBay. Ja. En dan hou je het ook betaalbaar, want je maakt voor jezelf direct al de afweging voordat je gaat bieden van dit werd er maximaal vergeven. Ja. En dan op die manier blijft wel betaalbaar. Ja, we hadden net al over, je had 160 leden. Dat betekent ja, dat je elkaar toch regelmatig ook wel in beeld blijft houden. Want als je alleen maar door een oogje de weer weer hoort, achter de, heeft niet zoveel waarde. Wat doen jullie met z'n allen zo'n biddy? De vriend van de estafette die heeft per jaar in ieder geval twee keer een bijeenkomst. Ja. Een technische bijeenkomst in april en een verenigingsweekend in september. En de technische, wat al dat heen? Achterlampen, via lampen, motorblok? Dat kan van alles inhouden. Hoe wij het best een auto kunt demonteren, hoe wij weer kunt opbouwen. Waar hij precies op bedet. Met de APK, kan van alles weten. Ja. En dat wordt dan op een zaterdag in april eigenlijk altijd een keer gedaan. En dan meestal bij een van de leden van de technische commissie op de erf. Ja, en dan wisselen jullie bepaalde informatie. Ja, ja. En dan heb je natuurlijk een dag pratend over wat gaan we doen als het mooi weer is. Dat is dan ook. En meestal is die technische bijeenkomst mondt ook al uit in een kampeergebeuren. Ja, ja. Nou, dan met een groepje bij elkaar blijft en toch maar weer een nachtje camping gaat doen dan in de buurt. Maar wie regelt dat? Ben je voorzitter of nee. Ik ben gewoon lid van de club. Ja. En ook geen bestuurzitter of zo van deze club. Ik heb dan wel dit jaar als vrijwilliger het verenigingsweekend organiseren. Oh, dat ja. En dat gebeurde hier kort in de buurt? Dat gebeurde hier in de buurt. Wij zaten in september een weekend op camping in Heerden. Ja. En dat is ons goed bevallen. Ja, de leden ook. De leden ook. Ik heb er alleen maar positieve reacties op gehad op de keuze van de camping. En, ja, sommige mensen die denken, ja, je zit een mooie door de camping, feestje, bouwen, bier die drinken. Dat is maar het. Jullie doen meer dan alleen maar bier die drinken, maar die gaan ook riemen met het, die al. Ja, kijk, als je met een clubje bij elkaar bent, dan moet je in ieder geval ook de omgeving laten zien dat hij er bent. Ja. Dus dan moet je gewoon steriel rieden. En dat doen wij dan in ieder geval altijd op de zaterdag. Dan we echt in de omgeving een tocht uitzet van een pakweg kilometer 50, 60. Ja. Daarmee laat je de omgeving aan de deelnemers zien. En de mensen uit de regio die ziet wat van die busjes. Ja. In dit geval van de bussen. Ben het allemaal alleen Nederlanders die meegaan op zo'n tocht, of zitten er ook buitenlanders bij? Wij hebben ook altijd een aantal Belgen erbij. Oh, dus. Het is wel internationaal. Het is internationaal. In België is er ook geen club van. Dus een aantal Belgen met een estafette, die bent dan ook lid van de Nederlandse club. Ja. En die komt ook trouw op het verenigingsweekend.
Want wat kwam er in het weekend uit de bussen van de leden dat ze zeiden, jongens, dit was een geweldige route, maar dit stekte toch als kop en schoolboom uit. Was dat Elburg of was dat Vierhouten nog? Ik denk dat de meeste mensen Elburg wel als een heel bijzonder plaatsje hebben ervaren. Maar er is niet alleen de reren in, hè? Daar hebben wij de mensen opdrachtjes gegeven dat ze wat moesten opzoeken. We gaan de adressen erbij. Ja. Dat ze gewoon wat op moesten zoeken, zodat ze niet alleen in de winkelstraatjes bleven, maar ook in de steegjes erachter. Want dat maakt Elburg ook heel mooi, vind ik. Ja, en dan komen jullie weer en er wordt enorm veel ding dan natuurlijk even uitgewisseld onder elkaar. Ja. En Winter, wat die zegt, nou, Lobby, vond je maar weer doen zo? Nee. Want je hebt altijd wat nieuws. We hebben altijd wat nieuws. En wij willen ook niet. Wij willen gewoon het hele land bestrijken. Ja, ja. Dus we zijn er nu in op de Veluwe West. En dat over een jaar of tien misschien eens een keer weer. Ja. Maar eerder niet, denk ik. Maar ben er ook wel en die zeg manneke, kom eens even mijn kind deze kant op. Ze bent er nog nooit de West. Maar ik heb het ze wel adviseerd om het eens een keer. Ja. Dat is wel mooi. Dat is ook mooi namelijk. En dan, kijk, wij spreiden onze evenementen dan ook over het hele land. Om ook het voor sommigen, om het ook voor de leden aantrekkelijk te maken om te kunnen komen. Ja. Dat ze niet altijd ver moeten rijden namelijk. Dus ik vind het op zich heel goed om ook eens een keer ergens in België een evenement te organiseren. Ja. Maar nu, ja, de tijd is voorbij, de bladen die valt weer en begint het ermee weer winter te worden, nu maar op. Hoe gaat het met die auto's? Blijft dat maar zo een parkeerplaats staan of krijg het onder het dak? Die van mij die kreeg sinds een paar jaar, kreeg je in ieder geval in de winter, krijg je netjes onder het dak. Ja, ja. Het is toch, voor het behoud van de auto's is beter dat ze dan in de stalling start. Kijk, zomers dan kan het wel, maar gewoon op parkeerplek en dan moet je hem ook niet in de stalling hebben, want dan moet je er ook mee op pad. Maar in de winter dan, als er kans op ijs en sneeuw en ijs hebt, dan is het toch wel beter dat hij onderdak stiet. Eén ding erbij dat je zegt van, nou dat blijft niet zolang ik bij die club binnen. Of is alles mooi? Eigenlijk is alles mooi. Ja, want je leeft er helemaal van, hè? Ik heeft er helemaal van. Ik zeg niet dat je brood verneert, maar nee, je vindt die hobby gewoon. Ik vind die hobby vind ik gewoon leuk. Kijk, het is ook die weekend dan zo met elkaar. Het is natuurlijk gewoon heel leuk dat je bij elkaar komt, dat je iets gezamenlijks hebt. Een gezamenlijke hobby eigenlijk. Ja, je hebt eigenlijk een soort. Het is een soort familie, soms Aasten. Ja, ik zal de Aasten vergeten, maar je bent alleen mannen of bent er ook vrouwen bij? Met gezin. Echtpaar. Meestal. Het is zeker niet alleen man. Die er. De groep bestaat dus uit alles. De groep bestaat uit alles. Ja. Zo'n verenigingsweekend op, dan komt er een stuk of 30 auto's. En de meeste komt er met twee mensen terecht. Ja. En enig wat in versier dat je zegt, nou dat wil ik nog wel eens in de toekomst gerealiseerd zien. Ik noem maar zo wat, een ander Renault erbij. Ik weet het nog wel een paar te bedenken die je nog wel mooi vindt. Ja, dacht ik wel. Je hebt er al drieën, ik heb er, maar kunnen we een paar bij? Ja, er zullen er nog best wel een paar bij kunnen. Alleen dan met die belastingregel niet, Diego. Dan met zo prettig weer als die belastingregel die nu in de maak is, niet doorgiet. Maar een Renault 16 bijvoorbeeld vind ik toch ook wel heel mooi. Ja, dat is ook een weer een type auto waar bio ligt natuurlijk. Ja, dat is ook diezelfde titel eigenlijk. Die is ook in de 60 jaar en is hij voor het eerst op de markt gekomen. Tot 80 ongeveer dat hij ook geproduceerd is. Kijk, dat is een hele mooie auto, vind ik. Een Renault 12 is ook nog wel mooi. En een eerste Espace is ook wel mooi.
Dus maar dat alleen betreft, maar die, het is een lang niet verbied. Die, maar die latere moderne espaces, die vind ik dus weer niet mooi. Nee, nee. Maar die eerste, dat hele hoekige ding, dat is gewoon een leuk autootje. Ja, die Franse gedachte blijft bestaan, hè? Ja, ja. Het is Franse auto's. Ja, ik vind gewoon Franse auto's vind gewoon heel, heel prettig om in te rijden. Ja. Ze bent kwalitatief misschien niet zo geweldig als bijvoorbeeld een Duitser, maar ze bent wel veel prettiger om in te rijden, comfortabeler, goede stoelen er meestal in. Ja. Hoe lang denk je daar nog te blijven doen, die hobby? Hoe lang leef ik nog? Ja. Ja, dat kunnen we nooit zeggen. Nee, nee, maar goed, ik ben er van plan om het mijn hele leven. Zolang ik mag rijden, dan blijft het, denk ik, zo ik een uur over denk, blijft het gewoon wel deze Franse auto's. Ja, verknot aan de hobby. Ja, ja. Ja. Helemaal ja. Verknot. Ja. Heb je al iets vernomen wat er volgend jaar die plan met die groep? Of zei je nou dat we allemaal nog... De vriend van de estafette, dat is wel al bekend wat die volgend jaar gaat doen. Oh, dat is alweer... Die gaat dan kamperen bij Groesbeek. Oh ja, mooie omgeving ook. Ook een mooie omgeving. Ja, ook langs de IJssel en het hele spulletje. Groesbeek wil ik niet meer aan de IJssel. Nee, maar kun je toch, ja? Ja, wat? Nee, nee, maar dus dat wordt dan die hoek... Ja, het is ook nog Gelderland weer. Ja, ja. Daar net onder Nijmegen. Is ook een fantastisch mooie omgeving, weet ik. En zelfs voor dat jaar daarna is al bekend waar we dan heen gaan. Dus. Want... Dan roei je niet meer de gat. Nee, nee. Er bent mensen die het gewoon heel leuk vindt. Net als ik dit jaar dus gedaan heb. Ja. En zo'n weekend... op te zetten. Waar opgevallen is, jullie zetten rood uit, dat is niet alleen maar door de bladeren, maar het is ook landschap, het is van alles, mooie statisch bezoeken en ja, van alles ja, wat. Ja, 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 ja. Ja, je moet er wat afwisseling in brengen. Ja, ja. Het moet afwisselend weten. Een gevarieerd programma. Ja, ja, ja. Feest op de camping, routes zoals je het. Feest op de camping, ja. En dan nog behendigheidswedstrijd op de camping, of behendigheidsproef. Op de camping gedaan. Dat was ook wel leuk. Je hebt hier daar die foto's ervan zitten. Dan hadden wij een aanhangertje. Voor de auto zitten. In plaats van erachter. En daarmee manoeuvreren op de camping. Ja. En dat was wel spektakel. En er zit een prijs aan verbonden? Er zit een prijs aan verbonden, ja. Ja. Krijg je bier? Nee, want dit jaar hadden wij... pakketjes met streekproducten laten samenstellen. Nee. Ja, dus het is ook nog weer goed over nagedacht. Er is goed over nagedacht. Dus. Ja. En de Noord-Veluwe die heeft wel wat te bieden. Ja, wat hebben we het hebben genomen? Ja, ja, dus daar werd het helemaal echt in het teken van de Veluwe. Bij de prijzen dus ook samensteld. Albert, bedankt. Voor je bijdrage. Ik hoop dat je nog heel lang mag genieten van een hobby. Dat hoop ik ook. En dat je de estafette nog goed rondloopt gewoon de rest van de Renaults. Want ik hoor dat je bent nog lang niet klaar. Nee, nee. Ik hoop dat het ook nog jaren zo blijft gaan. Ik ben er in ieder geval mee bezig om een auto zodanig klaar te maken... dat die in ieder geval de rest van mijn leven mee moet kunnen gaan. Ja, goed. Dank u wel. Oké. Okay.